Ja. Wat leuk. Ja. Je kunt ook heel duidelijk merken aan Christine dat ze ervan hield, hè, van het zingen. En dat ze dus zich helemaal gaf, maar altijd die techniek in de gaten hield. Hoe was het om met haar te zingen? Zeer inspirerend, omdat ze gewoon een hele goede zangeres is. En het gebeurt niet veel, omdat ik toch wel behoorlijk selectief ben met degene waar ik mee zing, was zij toch wel zeer inspirerend. Wat is uw favoriete herinnering aan haar? Dat was die Zauberflöten in Brussel, omdat dat de eerste rol deed. Ik was tweede geharnaste, geloof ik, of zo. Ik was net begonnen en dan kijk je tegen die sterren op. En ik had wel zoveel know-how. Al dat ik wist dat dit toch wel heel erg groot was. Was u trots op haar, hoe zij het deed? Ja. Je bent een idioot als je niet trots op Christina Deutenkom als Nederlander. Dat is net zoals met Johan Cruijff. Je mag hem haten, maar je kon niet om zijn talent en zijn enorme kennis en heen. En dat was met Deutenkom ook zo. Het leuke is dat een vrouw als Christine je meeneemt naar een bepaald niveau. Dus je gaat gewoon mee. Ook al zou ik dat al hebben, je gaat toch altijd nog een stapje hoger. Dat deed ik tenminste in ieder geval wel. Want ik kende haar faam en naam. En ik vond het een eer. Ik heb natuurlijk met hele grote zangers en zangeressen gezongen. Maar ik vond het een eer om ook dit repertoire met haar te doen.